We hebben een heel mooi regen weekend gedaan. Om de binding binnen Extinction Rebellion te vergroten. We spend almost 3 days together here. We zijn eigenlijk op ontdekkingsreis gegaan omtrent het onderwerp klimaatactivisme. En echt de emotionele kant daarvan. Enorm inspirerend om ook te horen hoe andere mensen ermee omgaan. We zijn dit weekend best wel veel vragen gaan stellen aan elkaar. Over het gevoel in het rebellieleven. Wat komt er eigenlijk bij kijken? Hoe voel je daarbij? Je staat vaak ook echt alleen. Wat voor een impact heeft het op je leven? It can be a heavy burden to close up all the emotions inside you all the time. Heel vaak is dat nog een taboe om het daarover te hebben. Of waar je tegenaan loopt als je actief wordt. Het is moeilijk om die strijd te moeten leveren dag in dag uit. Ook mental support daarin. Hoe sta je daar in verbinding met elkaar, maar ook met de natuur. Over de gangbare maatschappij en het klimaatactivisme. Het ging over je bewustzijn van dat wat er in de wereld gebeurt en gaat gebeuren in de toekomst. Het doet veel pijn, dat moeten we erkennen. Het thema rouwen en het verlies om alles wat nu al verloren gaat. En wat het kost en ook wat het brengt om daar wat tegen te doen. En om echt goed te ontdekken van wat is nou echt. En wat is de wereld die ik graag wil zien. Jongens die twijfelen aan hun toekomst, kan ik wel kinderen krijgen. To know what are actually my issues, separated from the empathy I feel for others. Dat de pijn er mag zijn, dat het verdriet er mag zijn. Dat je niet alleen bent daarin. Dus waarom doe ik dit? Waarom wil ik dit? Wat zijn de keuzes die ik wil maken? Waar sta ik voor? Dat je allemaal elkaars gevoelens kent, laat zien, daar erkent en daar ook mee omgaat. En dat er verbondenheid er mag zijn, dat de empathie er mag zijn. To release some of the emotions you are carrying with you. Wat is eigenlijk mijn fysieke reactie? Dat je ook echt als groep ermee bezig bent. En ik zocht denk ik wel naar manieren om daarmee in contact te komen. Want ik denk heel veel mensen wel met vergelijkbare dingen zitten. Uiteindelijk is iedereen gewoon mens. Zonder dat we dat altijd heel erg uitspreken. En Oscar heeft hele mooie emotional spaces daarvoor gecreëerd. We hebben onder andere opstellingen gedaan. En dat is een manier om echt in je lichaam en in je emotie te komen. Ja, het mooie daaraan is dat je op een heel andere manier dan normaal iemands gedachten over een bepaald onderwerp inzichtelijk maakt. De moeilijkheid, het probleem, krijgt een soort beeld. Kind of give a map to our state of mind. En Oscar stelt daar vragen over. Waarmee je de diepte ingaat en echt alle kanten van het antwoord eigenlijk ontdekt. Daarmee krijg je een behoorlijke ontlading van emotie. Challenge me to express some emotions I wouldn't usually do day to day. En ik vond het heel interessant en inspirerend, want het was mijn eerste keer. I didn't know anything like it. Dat is voor mij ook voor het eerst om met opstellingen te werken. It's very challenging. Om samen daar doorheen te gaan. But in the best of ways. Met de opstelling neemt Oscar 1% als voorbeeld om een bepaald onderwerp te verkennen. Because a constellation is a manifestation of your emotions within the space before you. Je onderzoekt dan eigenlijk waar jij staat met betrekking tot een bepaalde vraag of een bepaald onderwerp, maar dan in de ruimte. En heel vaak resoneert dat onderwerp met de andere deelnemers. Het begint met dat iemand zegt waar hij of zij mee zit. En Oscar begeleidt het proces door steeds te vragen van hoe voel je je daarbij, en dan weer hoe voel je je daarbij. Problems that were suppressed priorly come to the surface in a very nice playful manner. In een soort container eigenlijk. En steeds werd er weer iemand gekozen uit de kring die dat gevoel representeerde. En als groep beeld je uit hoe deze emoties met elkaar omgaan. And you will subconsciously pick the people that share some of your emotions. En dan op een gegeven moment staat er een hele groep, een hele constellatie voor die persoon, waarvan elk persoon dus een emotie of een struggle of een zorg uitbeeldt. Sommige mensen staan, sommige mensen zitten, sommige mensen staan dichter bij elkaar, andere mensen staan verder van elkaar af. Almost you could like grab your emotions and place them in the room. Dus bijvoorbeeld angst kwam veel terug, verdriet. Dingen die emotioneel dwars zitten, pijn of bijvoorbeeld een besluit. Twijfel dan, zullen we zeggen. Maar ook moed en kracht. Having it like a person that you can talk to and you can tell things to your inner feelings and the inner feelings can talk back. Gave a form of outlet for it. And the people filled with your emotions, they're going to move themselves in the room and position wherever it feels right to them. And most likely you're going to find that it's just fitting for what you feel inside of you. Je komt een beetje in een bubbel. Because the more people are added to the constellation, the more you can start to understand the linkages, the interaction and what comes out of their interaction. Ja, heel veel over verschillende aspecten, echt de diepgang en de verschillende lagen ervan, in plaats van de dingen verbaal delen die je al weet. Het geeft een heel andere dimensie dan ergens over te praten. Imagine it's like dividing yourself and your emotional inner world into different parts. And you can tell things to your inner feelings and the inner feelings can talk back. And by putting more of your feelings into the room, you create kind of a space, like an energy field filled with your emotions. And you are going to feel a deep connection with your inner emotions channeled through the person representing them. En langzamerhand begint al steeds duidelijker te worden van wat dat precies betekent. Ja, echt mooi om te zien hoeveel het los kan maken en wat het iemand kan brengen om die inner
innerlijke wereld te uiten via personen. Het maakt het tastbaarder doordat het echt fysiek bezig zijn is. Minder abstract. Dat je zonder woorden zoveel kunt begrijpen over elkaar. Het is wat confronterender. Via lichamen opstellen. Omdat je bezig bent met je fysieke ruimte en hoe verhouden dingen zich dan tot elkaar. Ja, really opened my eyes to how raw we can be as humans. Dat vond ik wel heel mooi, ook om te zien dat er echt de ruimte en de veiligheid blijkbaar was om dat naar boven te kunnen laten komen. Ik denk dat wat me het meest raakt is dat we het emotionele verhaal van één persoon konden nemen. En hoe dat zo verbonden is aan hoe iedereen eigenlijk dingen ervaart. Bij sommige mensen kun je je niet voorstellen dat zij ook dingen hebben waar ze mee zitten. Waar ze echt om kunnen huilen, zeg maar. Toen ik aan het weekend begon, was ik heel erg in mijn hoofd. En heel erg aan het nadenken en actiepunten aan het doen en dat soort dingen. Maar ik heb toch wel gezien dat zelfs bij die mensen die emoties ook bij hen naar boven kan komen. Uiteindelijk kwam ik wel echt in de storyline te zitten en deed dat me ook heel veel voelen. I knew I was carrying something around for a long time, but I never could name it what it was. After crying, I felt completely relieved and all the sadness came out of my heart, which I then could finally recognize what it was. Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is dat we hier meer ruimte voor geven. Omdat het iets is wat ons allemaal bindt. De dingen waar ik als persoon mee zit, zijn best wel vergelijkbaar. And that it's okay to have these emotions and that other people have similar ones too. Zonder daar een taboe van te maken wat we normaal in het dagelijks leven doen. And this is a deep connection on a level I never experienced before and it was super beautiful. En het was heel bijzonder dat we heel diep met elkaar konden gaan, maar ook heel veel lol konden hebben. En ik had het gevoel dat die twee verschillende elementen elkaar enorm versterkten. De hele wereld die daarvan bewust zijn is best wel veel en het feit dat je dat kunt delen is enorm troostend. En ik voelde me heel erg begrepen in deze gigantische worsteling. It was an experience of a completely different culture. A culture that has values that are coming short in our current society. In de tijd waarin we leven. And we're living all those values. Values like solidarity, compassion, care, mutual assistance. Vertrouwen. Creating an atmosphere of safety and respectfulness towards the other person and their feelings. En ik heb weer heel veel nieuwe mensen ontmoet. Dus ja, het was voor mij echt een topweekend. It was very special. For me it was an awesome experience. Ik zou Oscars begeleidingsstijl omschrijven als begripvol. Invoelend. Compassionate. Bewust. Kalm. Speels. Vakkundig. It was very friendly. Very open and welcoming. Gevoelig. Integer. Best wel hard, maar rechtvaardig. Reageert eigenlijk alleen maar op waarop je reageren moet. I felt Oscar was able to see the room, read the room very well. Ik had het gevoel dat het heel erg doordacht was. Heel flexibel in het meebewegen in wat de groep nodig heeft. Inlevend. Met veel ervaring. He is carrying a lot of love inside of him. Warm en toegankelijk. Oscar makes sure was very inclusive to everybody. Ik denk dat niemand zich vanaf moment 1 buitengesloten voelt omdat het te raar of te vaag of te oncomfortabel was. Ik vond dat het heel mooi opgebouwd was. We werden echt op een hele zachte en voorzichtige manier begeleid naar reflectie. Very skillful. Verder is Oscar niet bang om in de buurt van het randje te treden om eruit te halen wat erin zit. Daar waar het nodig is en waar het kan. Ook wel op zo'n manier dat het heel tastbaar werd. Een hele mooie balans tussen mensen uitdagen en zorgzaam zijn. Het was echt alsof we het samen deden. What Oscar does is kind of magical. Totaal niet autoritair. Heel horizontaal naast de groep, maar wel met gezag. Dus opgaat in de groep, maar tegelijkertijd ook zijn coachende rol houdt. A heartwarming experience. Verder is het met Oscar best wel chill. Hij kan huilen, lachen, letterlijk alles. Hij weet wanneer je het luchtig moet houden en wanneer je gewoon de diepte echt in moet gaan. En echt door moet duwen tot de kern van het verhaal. Al met al met heel veel respect naar iedereen. En veel compassie. En humor. Dat maakt het ook weer luchtig. En ik denk dat hij heel dicht bij zichzelf blijft. Ja, en liefdevol. Dat tenslotte, ja. Lots of care. Very caring. Naast dat er ruimte was voor emoties en heel veel emotioneel werk, hebben we ook teambuilding-achtige dingen gedaan. Spellen. Energizers. Buitenactiviteiten. Gezellig samen gegeten, gekanoed. We went swimming. Geraft. We played football. Ook nog muziek gemaakt. Frisbee. Van de natuur genoten. Get a break. Ook gechilled op het gras. Plezier met elkaar. Er worden heel veel grapjes gemaakt. Gewoon lachen, gieren, brullen. Dus het was heel gevarieerd. Ik zou het absoluut aanraden, zowel een weekend als gewoon een korte sessie. I would recommend this weekend to any climate activists that may be experiencing burnout or looking to connect with other fellow climate activists. Ik zou het aanraden aan iedereen die soms het gevoel heeft dat hij een beetje alleen staat in zijn of haar omgeving in het klimaatactivisme. I would recommend it to everyone who wants to get to know themselves better. Om verder te komen in je eigen emotionele proces. Mensen die ergens mee zitten of moeite hebben met hun emoties te uiten. Ik zou het aanraden aan iedereen die bezig is met wat er gaande is in de wereld, op wat voor manier. En die zich daar zorgen om maakt. En ook iedereen die daarvoor wil gaan staan.
Maar misschien ook wel voor mensen die daarin de hoop zijn verloren of de strijdlust zijn verloren. Om weer echt iets misschien terug te vinden wat ze kwijtgeraakt zijn. Het is ongelooflijk bijzonder om het over de klimaat- en ecologische crisis op deze manier te hebben. I would recommend this weekend to any climate activist that maybe isn't quite on working regenerative. En ook buiten de klimaat- en ecologische crisis denk ik dat het ongelooflijk waardevol kan zijn om meer met emotionele ontwikkelingen en processen aan de slag te gaan. Ik kan dit eigenlijk wel aanraden voor iedere groep, organisaties, verenigingen, gezinnen en families. Die emotioneel ergens doorheen gaat of juist die emotie wegdrukt omdat het bijvoorbeeld niet normaal is om over die emoties te praten. I'd recommend it. Definitely do it. Absoluut aan te raden. Doen. Ja. Okay.